Welkom bij het Haagse TV-journaal van donderdag 27 oktober. Vandaag in het nieuws: wat vindt Den Haag van Nationale Seksdag? Haagse studenten is op zoek naar de afzender van ansichtkaarten. Maar eerst poëzie op straat. Onder de overkapping naast het stadsdeelkantoor in Laak heeft wethouder Rabien Baldilsing het eerste muurgedicht in Laak onthuld. Uit de inzendingen heeft de jury gekozen voor het gedicht Bril van Nettie Lausberg van Os. Het is niet jouw eerste gedicht, hè? Je bent al heel lang bezig met dichten. Ja, ik dicht al 30 jaar. En ja, hier en daar treed ik op en dan doe ik mijn gedicht. Fantastisch. Wat vindt je man ervan? Ach, die is het gewend. Ja, hij luistert nog wel als ik een nieuw gedicht voorlees. En dan geeft hij wel commentaar erop, dat wel. De onthulling van het muurgedicht is onderdeel van een stedelijk project. Geïnitieerd door wethouder Baldilsing en Jeltje van Nieuwenhoven. In dit project, het project wat ik geëntameerd heb, waar Jeltje van Nieuwenhoven nu ook voorzitter van is, van de jury, is het de bedoeling inderdaad om te kijken heel nadrukkelijk naar de kracht van het stadsdeel, de kracht van de wijk. Maar dat laat onverlet dat je ook in dit kader andere gedichten kunt plaatsen. Dus als u een gedicht heeft, zou het ook zomaar eens kunnen. Maar in eerste instantie is het de bedoeling om toch inderdaad die kracht, die Haagse kracht, een plek te geven, in dit geval aan een muur. We hebben net gezien, een opening van een muurgedicht. Wat vinden jullie van een muurgedichten? Leuk. Mooi wat ze heeft geschreven. Okay. Ze heeft veel fantasie. Je hebt net gelezen, het gezicht De Bril. Ja. Weten jullie waar dat over gaat? Ja. Over... Over dat iemand die roze bril is kwijtgeraakt. En dat er een meisje was die die bril heeft gegeven. Ja. En als die vindt, mag die moeder die bril hebben. Die roze bril. Het is een roze bril. Een roze bril, daarmee kijk je anders tegen de wereld aan. Ja. Dus je denkt, het valt allemaal wel mee. Ja. De Belgische minister Jo van Deurzen kwam met een voorstel om de donderdag om te toveren tot Nationale Seksdag. Mensen moeten die dag hun telefoon wegleggen en tijd maken voor elkaar. Wat vinden mensen in Den Haag van een Nationale Seksdag? Nou, misschien wel goed, denk ik. Dat mensen weer wat aan hun relatie doen. Is niet leuk. De Nationale Seksdag? Nee, ik vind het niet leuk. Is dat nodig? Ik heb geen verstand. Ik kan me nauwelijks voorstellen wat je daaraan zou hebben. Als je een goede relatie hebt, is het toch echt overbodig, lijkt me. Ik denk dat mensen van 80 jaar ook niet zich houden aan Nationale Seksdag. Ik weet niet wat Den Haag ervan denkt. Wij hebben het niet nodig. Op zich een beetje raar om dat dan elke week te doen of zo, maar een beetje aandacht geven aan dat onderwerp is wel goed. Een Nationale Seksdag? Nee, ik vind het flauwkul. Kan me niet. Een goed initiatief. Ik vind dat de meeste burgers dat initiatief wel moeten nemen eigenlijk. Dat zo'n minister dat zegt, wat vind je daarvan? Nou, vind ik een goed plan. Het is beter als we over kernwapens praten, ja toch? Politiek moet zich niet met seks bemoeien. Doet hij met thuis. Ja, toch? Doet hij met thuis. Dat zijn relatie niet heel goed. Dat hij tafel... Misschien wil hij het zelf gewoon. Misschien zegt dat meer over de minister die dat zegt dan over zeg maar, de mensen die er naar zouden moeten luisteren of zo. Nou, misschien is er zelf niet zo'n goede relatie. Nou, ik vind dat het eigenlijk wel iets triest is en iets zegt over onze zuiderburen. Hoe zie jij zo'n Nationale Seksdag voor je? Nou, als je single bent, dan ga je de hele tijd tinderen, denk ik. En als je een relatie hebt, is waarschijnlijk Netflix en chillen, denk ik. Dus... Ik denk dat ik even ga oefenen weer. Netflix en chillen is gewoon... Ja, seks hebben, dat is gewoon altijd, dat is gewoon een feit geweest, altijd. Also. Wat zou jij als vrijgezel op zo'n Nationale Seksdag doen? Daten. Nee, ik denk gewoon... Ja, series kijken of zo. Aan mezelf werken. Nou, lekker een beetje erotische muziek of een beetje reggae. Maakt niet uit eigenlijk. Wel een beetje een goed genre. Heb jij zelf genoeg dit soort dagen? Ja, alleen in het weekend als ik dan even... Ja, dan ben ik gewoon met mijn vriendin en dan ga ik gewoon een beetje Netflixen. En dan is het meestal wel raak, zeg maar. Het idee is leuk, maar Haagenezen doen wat ze zelf willen. En zeker als het om seks gaat.
Hulp gezocht. Wie is de familie Hugenin, die tussen 1931 en 1967 ansichtkaarten naar elkaar stuurde? De kaarten zijn in het bezit van de Haagse studenten Sylvana Herreboud, die ze op een rommelmarkt kocht en nu op zoek is naar de afzenders. Door die verhalen wil je toch te weten komen, ja, wie waren dat en wie waren de kinderen en alle andere namen waar het over gaat. Het intrigeert mij wel heel erg. Beste Leni, tot nu toe heb ik geen brief gehad. Ik hoop dat alles goed gaat en dat je gezond bent. Ik wens je een gelukkig paasfeest. Sylvana gaat via Facebook op zoek naar de familie Hugenin. En na een interview op de radio krijgt ze veel tips binnen. Helena was de zus van Johnny. En die is dus inderdaad getrouwd met Antonius Petrus Kamerer. En daar heb ik dus net een tip over gehad, dat die nog een zoon hebben. Dus dat is weer iets wat ik kan toevoegen. Echt superfijn. Johan. Wat wil je nou het liefste? Het liefste zou ik in gesprek komen met de zonen van de mensen die op deze kaart staan. Die schijnen nog te leven. Dus daar zou ik graag een keertje mee om de tafel willen zitten. Gewoon om te vragen van hoe zij de vakanties op deze kaarten allemaal hebben beleefd. En wie hun ouders waren. En zo een beetje meer te weten komen. Het Haagse gemeentebestuur roept mensen en instellingen op de discussie over Zwarte Piet niet over de ruggen van kinderen uit te vechten. Het kind moet ook bij de komende intocht centraal staan. Dat zegt het college in antwoord op schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur over de viering van het feest. De verandering die bij de Sinterklaasintocht van de afgelopen jaar is ingezet, wordt gewoon doorgezet, aldus het college. Dat betekent dat ook dit jaar een aanzienlijk deel van de intocht uit zogeheten roetveegpieten bestaat. Wethouder Ingrid van Engelshoven heeft woensdagmiddag de uitbreiding van de De Hague Security Delta geopend in het World Trade Center. De bedoeling is dat hier vooral buitenlandse bedrijven worden ondergebracht. In de De Hague Security Delta werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen op het gebied van veiligheid samen. Het instellen van vrije sluitingstijden voor de horeca in de binnenstad is een stapje dichterbij gekomen. Onderzoek van de gemeente laat zien dat er ongeveer evenveel voor- als nadelen aan zitten. Het stadsbestuur gaat zich beraden over de resultaten van het onderzoek en zal haar standpunt voor het einde van het jaar bekendmaken. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat. Met het wegtrekken van een zeil opende wethouder Boudewijn Revens het opgeknapte belastingkantoor aan het Stationsplein. Den Haag is daarmee weer 155 studentenkamers rijker. Het was niet op voorhand de bedoeling studentenkamers te realiseren in het belastingkantoor. Nee, er zijn ook andere plannen geweest, net voor de crisis. Het was een combinatie van commercieel en wat luxere wooneenheden. Het pand zou ook verder opgetopt worden, zou 11 etages geloofd worden. Dat plan is uiteindelijk in de koelkast gezet tijdens de crisis. En daarna hebben wij met een frisse blik gekeken naar het pand voor een invulling. En zo zijn we op de studentenhuisvesting gekomen. De verbouwing van het oude belastingkantoor en de renovatie van de gevel was een initiatief van de Gestengroep. Nou, ik denk dat wij gespecialiseerd zijn in transformatie. We hebben een hoop rijksmonumenten die we transformeren naar bijvoorbeeld woningen of kantoren. We hebben vastgoed in Den Haag, sociale huur, hoogsegment, horeca, winkels, kantoren. We hebben eigenlijk alles. We onderhouden ook alles zelf. En hier en daar besteden we wat uit aan een aannemer, zoals bijvoorbeeld het NNM-gebouw. De huurprijs voor studenten kan natuurlijk niet te hoog zijn. We hebben twee segmenten studenten. Studenten van 18 jaar en 23 jaar. 23 jaar heb je een huurgrens van €710. 18 jaar een huurgrens van €405, geloof ik. En ook die studenten hebben we de kans geboden om hier te kunnen huren. Dus daar hebben we bewust de huurprijs naar beneden geduwd om de studenten om die studenten ook te huisvesten hier. De begaande grond is nog niet helemaal klaar. Na de oplevering is er ruimte voor winkels en horeca. En dan het weer. Morgen wordt het bewolkt en overdag kan er af en toe wat lichte regen vallen. De temperatuur ligt rond de 15 graden. Zaterdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. De middagtemperatuur ligt rond de 15 graden. En dit gebeurt er morgen in Den Haag. Morgen spelen de vrouwen van ADO tegen Achilles 29. De dames spelen om 19:30 thuis in het Kyocera Stadion. En nog meer sport, want Hijshockey Den Haag speelt morgen tegen de Bulldogs Liège in de Uithof. De wedstrijd begint om 9 uur. Tot zover het Haagse TV-journaal van vandaag. Morgen zijn we er weer om 6 uur op Den Haag TV. Meer nieuws is te vinden op onze website, op onze app voor Android en iPhone en op 92.0 Den Haag FM.